Als ik zeg dat Kia het heel goed doet in Nederland, dan vertel ik natuurlijk niets nieuws. Maar voor de Sportage geldt dat eigenlijk niet zozeer. De hoogtijdagen van dit model liggen al ongeveer zo'n 10 jaar achter ons. En op een kleine opleving bij de introductie van het vorige model na, ging het sindsdien eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Kia heeft goede hoop dat dit nieuwe model het tij voor de Sportage kan keren. En daar zijn ook wel goede redenen voor, want deze auto is er net als de technisch identieke Tucson alleen maar als hybride. Je hebt hem als mild hybrid, als reguliere hybride en als plug-in hybride. En dat is natuurlijk goed nieuws voor het verbruik, voor de CO2-uitstoot en dus ook voor de prijzen. En dat blijkt ook wel te kloppen, want deze is iets gunstiger geprijsd dan zijn voorganger, zeker als je het vermogen daarbij in acht neemt. Dit is een reguliere hybride, die is 230 pk sterk en hier mogen wij vandaag mee op pad. Deze specifieke versie van de Sportage krijgen we trouwens niet eens in Nederland. Dit is zoals je ziet een Duits exemplaar en dit is de reguliere hybride met vierwielaandrijving. En die krijgen wij niet, want zo denkt de importeur, als je vierwielaandrijving wilt, dan kun je ook gewoon een stapje omhoog doen naar de plug-in hybride. En dat prijsverschil valt in Nederland nog wel mee. Uiteraard dankzij de CO2-uitstoot, die kost 2200 euro extra. En dan heb je dus vierwielaandrijving, meer vermogen. En natuurlijk de mogelijkheid om elektrisch te rijden, dus dat lijkt me niet zo'n heel erg gekke deal. Deze reguliere hybride is dat trouwens evengoed ook niet. Ik kende deze aandrijflijn dus al uit de Tucson en ook hier bevalt hij eigenlijk heel erg goed. 230 pk is natuurlijk ook meer dan genoeg, maar het belangrijkste is dat het gewoon een hele soepele aandrijflijn is. Ook mede dankzij het feit dat hij is gekoppeld aan een fijne zestrapsautomaat. En de benzinemotor is trouwens een 1.6 liter turbomotor met 180 pk. Ja, het is gewoon een heel fijn samenwerkende combinatie. Als ik een opmerking zou moeten maken, dan is het dat het opvalt dat hij soms de eerste versnelling een beetje lang vasthoudt als je wegrijdt. Maar goed, dat zal wel een reden hebben en echt storend is het ook eigenlijk niet. Gewoon een fijn ding. En geldt eigenlijk ook wel voor de rest van de auto. Hij is een stuk comfortabeler dan de oude Sportage. Die was eigenlijk een beetje te stevig naar mijn smaak voor het soort auto en dat is er bij deze wel uit. Hij is veel soepeler, veel comfortabeler daardoor ook. Maar zonder dat het echt een weke of heel afstandelijke auto wordt. Besturing is ook fijn afgewogen. Ja, en daardoor is het gewoon eigenlijk een heel erg prettig, heel comfortabel ding. Wat daarbij trouwens ook helpt is dat hij heel erg stil is. Dat heeft natuurlijk ook weer te maken met die aandrijflijn, maar niet alleen maar. Want het onderstel is bijvoorbeeld ook mooi stil. Je hebt ook weinig windgeruis. En daardoor is het gewoon heel mooi rustig aan boord. En dat is natuurlijk altijd fijn. Wel valt op dat de zitpositie een beetje aan de hoge kant is. Dat is iets wat ook wel geldt voor de Tucson. Dus je kijkt echt een beetje van boven naar beneden op het dashboard zo gezegd. En je zit een beetje op de troon. Nou is dat niet voor iedereen een nadeel denk ik. Want sommige mensen vinden dat juist heel fijn. Maar ik zou het wel prettig vinden als de stoel iets lager kon. Zodat je wat meer in de auto zit als het ware. Maar goed, dat is iets om op te letten als je in de markt bent voor één van deze twee auto's. Want het geldt dus voor zowel de Tucson als deze Sportage. En nu het dan toch over die Tucson gaat, het interieur van die Hyundai komt op mij iets hoogwaardiger over dan het interieur van deze Sportage. Dat zit hem wellicht in het materiaalgebruik, maar ook wel in de vormgeving. Dat van de Tucson is allemaal wat rustiger en hier zou je het hier en daar wat vergezocht kunnen noemen. Dus dat is ook wel weer deels een kwestie van smaak, maar de algehele indruk is wat mij betreft iets minder. Als we die Tucson even vergeten, dan is het trouwens wel gewoon een keurige interieur hoor. Best mooi afgewerkt. Achterin wel iets goedkopere plastics gebruikt dan voorin trouwens, maar dat zien we ook wel vaker. En het ziet er ook stukken moderner uit dan het interieur van de oude Sportage. En er zit natuurlijk heel veel EV6 in, zo heb je diezelfde schermcombinatie die iets naar de bestuurder toegebogen is als het ware. Zelfs niet standaard in alle uitvoeringen, maar wel vanaf het tweede uitrustingsniveau en dus ook in alle hybrides, want die heb je niet in de basisuitvoering. En het ziet er gewoon heel mooi uit. Het is wel zo dat het centrale scherm net even te ver weg staat. Dat is jammer, dus je moet net niet helemaal uit je stoel komen, maar wel net even te ver reiken om er goed bij te kunnen. Het werkt gelukkig wel weer heel erg goed. Je hebt bijvoorbeeld de splitscreen functie, wat gewoon heel leuk is. Dan heb je heel veel informatie naast elkaar. Het reageert snel, het is logisch ingedeeld. Nou ja, we kennen dat van Kia en dat geldt uiteraard ook voor deze nieuwe Sportage. Ook dat instrumentarium is trouwens heel mooi en inclusief, althans bij de duurdere uitvoeringen, inclusief dat hele mooie dode hoeksysteem waarover we al zoveel gezegd hebben bij Hyundai en Kia. Dat als je richting aangeeft dat het beeld van een camera onder de spiegel verschijnt, daar kan je gewoon niet genoeg de loftrompet oversteken, want dat werkt gewoon heel erg goed.
Toch zijn er nog wel een paar kleine klachtjes over het bedieningsgemak van deze auto. Zoals hier een rij knoppen. Dat kennen we ook uit de EV6 trouwens. Die je kunt laten switchen van je klimaatcontrole naar snelkoppelingen voor het infotainment systeem. En dan wordt ook de knop waarmee je normaal de temperatuur bedient, je volumeknop, op zich leuk bedacht. Alleen het punt is dat die altijd automatisch naar klimaatbediening switcht als je je achteruitverwarming aanzet. En dan is je volumeknop dus weg. En dan kan het ineens gebeuren dat als mama Lauda bijvoorbeeld voorbij komt, het ineens heel erg warm wordt in de auto. Of ben ik de enige? Goed. Nog een dingetje dan. Android Auto is niet helemaal bij de tijd in deze auto. Zo werkt het alleen als je hem met USB-A koppelt. Terwijl er ook een USB-C aansluiting is. Maar dat werkt dus niet. En het werkt ook nog niet met breedbeeld. En dus heb je altijd maar een deel van het scherm in gebruik als je Android Auto gebruikt. Aan de buitenkant is deze nieuwe Sportage ook echt wel een bijzonder ding. En daar wil ik nu eens een keer niet te lang op ingaan, omdat collega Roy al eens een keer eerder een video heeft gemaakt waarin hij dat al heel erg mooi deed. Maar het is in ieder geval duidelijk dat die auto vooral aan de voorkant heel anders oogt dan de Kia's die we tot nu toe zagen. En ook wel een stuk brutaler, zal ik maar zeggen. Het is heel veel grill en ook die koplampen zijn natuurlijk heel erg bijzonder. De Sportage die we in Europa krijgen, deze dus, die is 14 centimeter korter dan de internationale versie. En dat is voor zover ik weet voor het eerst sinds de allereerste generatie van de Sportage dat er zo'n verschil is. En het gevolg is trouwens ook dat deze Sportage, net als zijn directe voorgangers, hier geen extra zijruitje heeft. Dat is best wel ongebruikelijk voor een auto in dit segment. Kijk je naar auto's als een Tiguan, een CX-5, een 3008, die hebben hier eigenlijk altijd wel zo'n extra ruitje. En daardoor ogen ze wat langgerekter dan deze auto. Maar toch, als je naar de ruimte kijkt, dan valt het allemaal niet tegen. Is ook wel logisch. Hij is namelijk alsnog 4 centimeter langer dan de vorige Sportage. En ook ongeveer even lang als een Volkswagen Tiguan, om maar eens wat te noemen. De bagageruimte is dan ook gewoon goed. Hier gaat bijna 590 liter in. Nou ja, dat is goed vergelijkbaar met wat je in de meeste concurrenten kwijt kunt. Al is het wel zo dat er een klein verschil is per versie. Dit is dus de reguliere hybride en die heeft de grootste bagageruimte. Omdat er hier onder de vloer het meeste kan worden weggestopt. De mild hybrid die een kleinere accu heeft, heeft gek genoeg een iets kleinere bagageruimte dan deze. En de plug-in hybride met de grootste accu heeft uiteraard een nog iets kleinere bagageruimte. De leuning van de achterbank is trouwens ook nog verstelbaar. Dus als je echt iets groots mee wilt nemen, dan kun je je achterpassagiers nog een beetje pesten door ze zo te laten zitten. Maar in alle gevallen heb je eigenlijk gewoon riant de ruimte. Je ziet het, heel veel beenruimte. De zithouding is ook gewoon goed. En zeker als je je leuning wat naar achter kunt doen, heb je ook behoorlijk wat hoofdruimte. Ik ben 1,84 en je ziet het, ik heb nog gewoon heel wat over. Ook netjes een middenarmsteun. Zelfs een extra klimaatzone in de meeste versies. En ook USB-aansluitingen die dan grappig genoeg in de stoelleuning zitten. En dus niet in de achterkant van de middenarmsteun. De prijzen van deze nieuwe Kia Sportage liggen zoals gezegd net even lager dan voorheen als je een beetje een vergelijkbare uitvoering zoekt. En het begint net onder de 35.000 euro. Wil je een van de hybrides, dus de reguliere hybride of de plug-in, dan ga je wel rap naar de 40.000 euro. Omdat de basisversie niet leverbaar is in combinatie met die aandrijflijnen. Maar wat je ook doet, zelfs als je de allerdikste plug-in neemt, komt die niet meer boven de 50.000 euro uit. En dat lijkt me voor een auto in dit segment met die specificaties gewoon best wel netjes. Dus ja, we zullen zien of deze Sportage erin slaagt om het succes van 10 jaar geleden weer een beetje te laten terugkeren.